Ik ben zo stom. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hoi lieve mensen. Oké, dit is het ding. Ik heb een vlog opgenomen met Sergio over boodschappen doen. Wij zouden namelijk, of hij is naar een supermarkt gegaan. Hij heeft helemaal uitgezocht van nou, waar zou het dan het goedkoopste zijn in Den Haag. Want het schijnt dus allemaal te verschillen. Dus hij dacht, dat ga ik doen en dan kijk ik gewoon hoe ver ik kom en hoeveel ik dan kwijt ben. Nou, hij gedaan. Dus ik ben nu bezig met die vlog te maken. Heb ik dus een deel van het kaartje gewist. Ik ben zo stom. Want we moesten namelijk een kaartenwissel doen. Want het kaartje was vol. Dus we pakken het helaas gewoon even op. Tot waar ik het nog heb. En hopelijk vind ik nog steeds een leuke vlog. Oké, dat was even de grote kaartentruckwissel. Wisseltruc. Zo, ik kan niet eens meer praten. De kaartenwisseltruc. Want het kaartje zat vol. Lekker hè? Ja. Dus, we hebben... Nou, ik heb deze melk. Die vind ik gewoon lekker. Wacht even. Ik geef jou even de camera. Ik maak maar even wat leuks. Ik geef de honden in de gang doen. Kom. Het is nog geen Sinterklaas, hè? Triple trap, triple trap. We hebben 4 pakken houdbare melk. We hebben walnoot, tomaat, komkommer, wortel, lentei, champignons. Deze zijn wel lekker, ik dacht. Ja. Want wij doen altijd redelijk gezond. We hebben nooit eigenlijk chips of dat soort dingen. Maar die dadels zijn wel echt lekker. Er zitten ook gewoon goede suikers in. Zonnebloemolie, ik heb een lekker meloentje voor je gehaald. Voor ons, voor jou. Aardappelen, ik ga peen en ui, zeg je peen en ui ga ik maken voor jou. Peen en ui. Ik heb vrijs, perzikwoontjes, salotjes, koolraap, oh nee dit is koolraap, ja. Mandarijntjes heb ik gehaald, 3 broccoli, sla, paksoi, nog een aanmaaksiroop, spijrood, barbecue met een smaakje, 2 pakken melk voor jou. Ik heb 2 mozzarella's, ik heb wat broodbeleg, ik heb een blok kaas, gehakt. Dus heb jij een keer gezegd voor je lekker. Ik heb 4 blikjes tonijn, ik heb pennen, ik heb biologische macaroni elleboogjes. Ik heb allemaal vegetarische schnitzelsaus. Met van alles erin, vind jij ontzettend lekker. Groente schuifjes bij. Heerlijk. Dit is een kipsaté schnitzel. Ik heb geen idee, maar het was afgeprijsd. Dus hartstikke lekker. Spekjes, varkenshaasje en... Oh, nou kipsaté schnitzel. Dan heb ik wat visjes. Ontzettend lekker sweet chili, honing, mosterd en citroen koriander. Ontzettend lekker. Ik heb mihoen, dus rijstnoedels. En gewoon wat van die noedels. Buimsoepjes. Ik heb 3 emmers yoghurt. Ik heb 2 maal Brinta, 2 maal die balans dingen die jij lekker vond. Ik heb 2 pakken van 10 eieren. Ik heb bananen, besjes, sherry tomaatjes, peren. Ik heb roze linzen, dat is heel erg gezond voor jou, is goed voor de benen, die veel ijzering. Ik dacht, we maken altijd popcorn, maar uit het pakje is misschien niet zo gezond als we zelf maken, is misschien beter. Dan heb ik nog 2 pakjes aardappeltjes, of ja, krieltjes. En kiwi eronder, en tortilla wraps, ontzettend lekker. En ik heb 4 pakken krakots, 2 pakken sesam, 2 pakken volkoren. Ik heb uien en ik heb appels. Woe! Weet je, was het vroeger ook zo met zo'n spelletje toch? Dat er zo'n band voorbij kwam en dan ping, moest je gaan. Ja. En heb je er ook een extra kast bij gekocht? Nou, het was wel grappig, want ik kwam al aanrijden met die kar en iedereen zo wow. Ik was natuurlijk alleen. En dus ik leg alles op die band en het meisje zegt ja, waar zal ik beginnen? Ik zeg ja, begin maar gewoon. Dus zij bliep, bliep, bliep. Maar ik was er aan het uitlaaien, dus bliep, bliep. En ik zou het daar opstapelen. En die, weet je wel, die tweede band, als je dan nadat de bliep is geweest, die band die bleef ook gewoon doorgaan. Dus op een gegeven moment zat mijn peren, die zaten zo. Dus ik denk, nou, ik kan geen perenmoes mee naar huis nemen. Dus ik vroeg haar, kun je misschien even die band stilzetten? Ja, dat is goed, dat doe ik. Nou, dan ging 2 seconden op stil en toen ging die weer zo. Ik godverdomme. Potverdikking. En dus uiteindelijk, maar ja, ik ga daar niet harder voor lopen of zo, weet je wel. Ik heb zoiets van, ja, ik ben gewoon bezig en ja, ik ben maar alleen, dus dat. En ben je trots op je prijs? Ik ben best trots op mijn, ja, ik ben heel trots op mijn prijs. Ik ben er heel trots op. Maar ja, dat kan natuurlijk twee kanten. Dit is wel echt voor een hele, dit is wel meer dan de vorige keer hebben gekocht. Vind je? Ja, ik weet het niet. Ja, wel iets, denk ik. Ja, sowieso qua vlees en zo. Ik heb ook vis erbij gepakt. We hebben de allereerste keer dat we grote boodschap hadden gedaan. Dit is wel meer volgens mij. Mm-hmm. In ieder geval net zoveel. Ja. Denk jij erover na? Ik pak even snel de kassenbon uit. Lange reis. Oké, ik ga. Ook niet voor. Ik zeg gewoon wel. Ik maak 3 keer raden, dat is ook wel lager. Ik ga voor €167. 167? En je zegt net, dat is meer dan de vorige keer. Ja, maar jij was er zo trots op, dus ik denk, nou, je hebt knijter goed je best gedaan. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar het is. Okay. Nee, het is lager. Wat zit je dan? Het is lager, ja. 155. Pardon. Het is lager. Even voor de referentie, hè. Dit stukje, ja, maar niet kijken, dit stukje is korting. Dit stukje was allemaal met korting. Oh. Je moet in Amerika gaan wonen. Couponspaarder. Ja. Het was lager dan 155. Veel lager? Nee. Veel wel leggen. Nee. Oké. 147. Oh. Nou, dat zit er tussenin. Dat was 3. Het was, dames en heren, jongens en meisjes, lieve René. 150,56. Ja. Nice. Nou, dat heb je wel goed gedaan. Of niet? Of niet? Of niet dan? Goed hoor. Nou, nu kijken of we hier de maat mee door kunnen komen. Ja. Kijk, jij maakt overal wat van, dus dat komt wel goed. Exactement. Zo doe je dat. Toppie. Boodschapkoning. Daar ben ik helemaal aan het denken. Mag ik? Ja. De volgende keer mogen jullie mee naar de supermarkt. Gezellig. Vonden jullie dit nou een leuke, gezellige boodschappenvlog? Goedkope vlog! De skere boodschap noemen we dit. Ja, duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Op het belletje drukken en dan zien we dat ervoor. Zien we ervoor. Druk even op het belletje om te abonneren, zodat je op de hoogte blijft. Bedankt voor het kijken. Ciao! Ciao, 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 ciao.